werd vroeger vooral de pizza bezorgd. Tegenwoordig is bijna al het eten van luxe restaurants ook thuis verkrijgbaar. En die bezorging vindt steeds vaker plaats per fiets. En wij dachten van ja, wat past er nou eigenlijk veel beter bij de restaurants waarmee we samenwerken? Dat is toch wat betere imago van de fietser. En groot voordeel is, iedereen heeft een fiets, dus iedereen kan bezorgen. Veel studenten verdienen dus een lekker zakcentje aan zeer drukke of gewoon luie Amsterdammers die geen zin meer hebben om zelf te koken. Maar ook de meer traditionele bezorgbedrijven schakelen over naar de fiets. Ik heb sowieso meer mensen die op een fiets willen rijden tegenwoordig. Zijn er veel meer dan jongens die een brombeercertificaat hebben. En ook economisch, het is gewoon voor ons goedkoper. Het scheelt brandstof, het scheelt verzekering. Nou, kijk, je ziet natuurlijk ook met het huidige beleid van de gemeente Amsterdam. Zie je ook dat zij de scooters willen gaan weren uit de binnenstad. Dus misschien is het niet alleen een keuze van straks deze bedrijven. Maar eigenlijk ook iets wat geforceerd gaat worden vanuit de gemeente Amsterdam. Is het nu nog lekker weer? Dat wordt in de herfst en winter natuurlijk wel anders. Maar dat is geen probleem, zeggen in ieder geval de bazen. Ja, maar dat blijft hetzelfde als met brommers ook. Ik zeg altijd, als je er goed op kleedt, goed op voorbereidt, is het heus wel goed te doen. En die strenge winters van 10 jaar geleden, die hebben we niet meer zo. Dus wij gaan altijd wel door.